Hey, ik ben het, Tom de Housecat. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Medieval. Wij gaan verder doen bij Volverschrikkers. Die heb ik off-cam even uitgespeeld, want ik wist niet zo goed waar ze mijn tong moest. Dus, we hebben drie keuzes. Oftewel gaan we naar hier. Tover de aarde. Wat hebben we nog? Poenpoenkloof. Of de slaaptorp. Weet je wat, we gaan even backtracken. We gaan naar de betoverde aarde. En dan gaan we zachtjes aan die kant op. In de betoverende aarde. De aarde die betoverd is. toch nog. Leuk! Vast. Great, dat hadden we niet nodig. Auw. Vroeger kwam de heksencirkel bijeen in de grotten onder Grafheuvel. Het bos heeft nooit meer hetzelfde geroken. Blijf hier weg. Achter dit hek ligt het graf van de schaduwdemonen. Don't care. Right. Ik denk hier even. Ik moet hier iets insteken of zo. Bingo. Wie heeft de Vortex opgeroepen? Het is Fortescue. Vergeef me, heer. Ik heb nog nooit een echte held ontmoet. Kijk nou op. Neem me niet kwalijk. Gewoon een grapje van een oude dame. Ik ben echt blij om je te zien, Fortescue. Ik heb 7 stukken amber nodig die verborgen zijn in het mierennest. Breng ze naar mij, dan heb ik een speciale beloning voor je. Ik bied je deze missie maar 1 keer aan. Wil je het proberen? Oké, ja. Had ik je niet gezegd dat ik je moet verkleinen tot het formaat van een insect? Hup, snel terug! Dat dat in een andere map was, maar oké, fijn. Boy. 7 dingen moeten we vinden. Ik ben al vergeten wat het was.
knuppel? Deze magische poort is door de elfen gemaakt. Ik denk dat hij moet voorkomen dat er iets ontsnapt uit de tunnels beneden. Voordat ze daar gaan. Even nou eens kijken, hoor. Ren maar, mannetje. De meester zou je nu kunnen verpletteren als een insect. Hoor, de soldaatmieren komen eraan. Ga maar naar je kleine vijand toe. Oké. We moeten er gewoon doorheen. Ik kan er niet doorheen. Aha. Bedankt dat u me heeft bevrijd. Wij willen slechts in harmonie met de natuur leven. Maar helaas, de slechte mierenkoningin heeft velen van ons gevangen genomen. Red mijn volk, Sir Fortescue, en ik zal u rijkelijk belonen. Oké. Oké. Daar zijn we dan. Ik zal de ingang voor u openen. Deze vuurvliegjes zijn mijn vrienden. Ze zullen uw pad verlichten in de duisternis. Ah!
Deze kant dan. Hij is nog daar. Wat een doolhof, jongen. Volgens mij ben ik er al geweest. Hier ook. Vandaan. Boy, ik denk naar hier. We lopen rondjes. Aha. Yeah.
Als je dapper genoeg bent om verder te gaan, betreed je het vertrek van de gevreesde mierenkoningin. Ik vind het prima, we zijn dapper genoeg. I get it. U heeft geholpen om alle elfen te bevrijden uit de klauwen van dat verschrikkelijke mierentuig. Als beloning kan ik u toegang verlenen tot de Hal van Helden. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het schijnt dat de drankjes er gratis zijn. Wow, gratis drank, yay! Mijn hemel, het is Daniel, heer van de mieren. Sta stil, dan verwijder ik de krimpspreuk. Dobre krabbe. Oh, prachtige Amber. Alsjeblieft, edele ridder. Ik ben dan wel een verschrompeld oud, naar koolstinkend vrouwtje met veel te veel vratten. Maar ik kom altijd mijn belofte na. Hier is mijn beloning. De uitgang. Maar goed, terug naar de huil van de helden. Heb ik kip gekregen? Jij. Ah ja. Bravo, Fortescue. Een paar anderen dachten dat Xerox je ribbercast nu wel als tostieijzer zou gebruiken. Haha, ik wist wel beter. Kijk eens, ik heb nog iets voor je. Kan helpen op je missie. Wil je het hebben? Tuurlijk.
kisten. Met money. Super. Ik hoop dat jij de volgende bent. Je zwart is super nice. Ik wil je zwart hebben. Maar wat is dit eigenlijk? Kip? Nou, dit hebben we nu klaar. Terwijl de pompoen. Of... Slapend dorp klinkt iets beter. We gaan... veel tijd hebben we niet meer, maar we gaan nog eentje doen. Slapende dorp. Ik hoop dat er veel enemies slapen, behalve één. 100%. Zo was in. Noem dat slapen? Arme dorpelingen, de meester beheerst ze. Doe hen geen pijn, maar de bewakers wel. Ze zoeken een machtig voorwerp. Okay. Ga ik nu negatief? Wait. Wat lag daar? Niks? Okay, fine.
Ja, lees dat boek dan. De runesleutel wordt in de lucht gehouden door het water uit de fontein. Je moet wachten tot hij droog valt. En hoe moet ik dat gaan doen? Nu ben ik al 6 keer geweest. Alright. Wat zegt dat boek hier? Er stond hier een kruis, maar de burgemeester heeft hem. Zoek een vervanging, zodat de kerk er weer uitziet zoals het hoort. Maandblad van de Smit. Groene Willem uit Gallows Town is door onze lezers uitgeroepen tot Smit van het seizoen. Zijn voortreffelijke gietvormen hebben veel duurzame ijzerwaren en gedetailleerde beelden voortgebracht. Willy gebruikt alleen het beste metaal en staat vooral bekend om zijn magnifieke bustes. Oude Willy zei ooit... Als ik begin te pompen met de blaasballen, dan kan ik niet meer stoppen. Het gaat om het ritme. Op en neer, op en neer. Ik krijg altijd inspiratie van de verhalen over Stenjer IJzerhouwer. De beste smid ooit. En dan gaan we dan op en neer, op en neer. Nou, ik had verwacht als we hier iets gingen smeden of zo, maar nope. Heb je een trofee voor? Altijd maar springen. I don't know. Nou goed,
Ik verwacht dat er hier iets ligt, maar... Niks, hè. Helemaal niks. Kun je daar erin steken, even een dingen maken en hier zo hop hop. Niks. Nou ja. Geen idee wat het is, jongens. Volgende aflevering gaan we dat zoeken. Vergeet geen like te geven op deze video en te abonneren. En als je abonneert, vergeet niet op de klokje te drukken voor een notificatie. Dat een nieuwe aflevering is van bijvoorbeeld Medieval of een andere game. Hier. Jongens, tot volgende.